In Ikeri is een mass casualty management training verzorgd aan diverse dienstverlenende instellingen. Deze training was bedoeld om de participanten handvaten aan te reiken hoe te handelen bij calamiteiten. Het is een mass casualty management training en dat is dus om de diensten die bij calamiteiten moeten responderen, dat ze die in gezamenlijk overleg en dat men weet hoe men in een multisectoraal verband dus op het veld moet werken. De training is een vijfdaagse training waarbij we dus een theorie afwisselen met praktische oefeningen. En daarna hebben we dus een drill gedurende avonduren, voorafgaand aan een finale examen die de mensen afleggen over het theoretisch gedeelte. En dan hebben we een drill waarbij dus een simulatieoefening wordt gedaan voor het district, waarbij dus verschillende diensten responderen. En hoe men dus samen gaat werken om zoveel als mogelijk slachtoffers te behandelen in heel snel termijn en hoe te verplaatsen naar andere locaties. Deze training ben ik samenwerken met de PAHO gestart in 2008 in Suriname. Ik ben in 2007 getraind geworden via Volksgezondheid en door de PAHO. En vanaf 2008 zijn we dus bezig. In 2017 heb ik dus nog 4 instructeurs eindelijk op een instructeursopleiding kunnen krijgen. En die zijn dus bezig nu hun eerste instructeurstraining te verzorgen binnen Ikeri. Maar vanaf 2008 ben ik al bezig met mass casualty management training. En ik heb in 2012 heb ik een training ook verzorgd in Ikeri. Deze training wordt dus verzorgd voor iedereen in het responssysteem. We hebben ook bij betrokken nu KPA, dat is de penitentiaire dienst. Vanwege het feit dat binnen de penitentiaire dienst je dus ook een heleboel, een aantal mensen hebt binnen de inrichting. Waarbij dus ook calamiteiten kunnen ontstaan en waarbij ze dus hulp moeten krijgen van buiten. En ook binnen de situatie zelf onder controle moeten krijgen. Dus ook de penitentiaire ambtenaren zijn bij betrokken. We hebben de RGD, we hebben de leger, brandweer, politie. We hebben de districtscommissaris, omdat de districtscommissaris zijn team als DC is hij hoofd van het district. En zijn team moet ook participeren voor de hulpverlening of bij het logistieke, maar het is dus gewoon een multisectorale en integrale benadering. Dit wordt verzorgd dat mensen op één lijn zijn, dat we dus bij aanpak van calamiteiten dus eenduidig naar buiten treden. En precies weten wie moet wat doen, wanneer mag je gaan handelen, wanneer moet je afwachten en op welke manier moet je mensen zo snel mogelijk binnen de resources die je hebt op dat moment, hoe snel kan je de hulp aanbieden en verlenen. Het is heel positief geweest en de DC heeft natuurlijk al de medewerking verleend. En via natuurlijk het ministerie van Volksgezondheid die training initieert met de PAHO en we hebben ook het NCCR bij betrokken, zoals vanaf 2008 het NCCR is bij betrokken. Dat we die training hebben aangeboden, weer aangeboden gekregen. En we hebben die keer die weer uitgekozen om het te doen. We proberen alle districten te doen. We zaten vorig jaar in Para en dit keer doen we dus weer die keer aan.